Zo. Waar ik nu ook meer gebruik van maak, is van de Collect & Go. Hier bij de Colruyt doe ik dat. Je bestelt de avond daarvoor je boodschappen online. En je kan zelf kiezen wanneer dat je rondkomt. Dus in plaats van een uur of twee in de winkel rond te lopen en dingen te kopen die je eigenlijk ook niet nodig hebt, maar zien doet kopen, kan je bewust je budget eigenlijk behouden. Omdat je eigenlijk ziet hoeveel dat je moet betalen op voorhand. Hè. Dus ik ga nu erom. Dit zijn ze allemaal, mijn boodschappen. Dus wat is er zo gemakkelijk aan? Ik doe dus een mealplan, of een maaltijdsplan voor heel mijn week. Ik schrijf daar mijn boodschappen op, waarvoor dat ik het nodig heb wat dat we gaan eten in die week. Het enigste dat ik apart wel haal, niet altijd, maar is ons vlees. Daarvoor moet ik nog naar de Renmans gaan. Ik doe dus één keer in de week. Ik heb dus melk mee. Volgende week zitten we heel de week in het ziekenhuis. Dus voor zo'n lief, de oudste, heb ik zo dingen mee. Ja, ik weet, het is niet gezond. Maar hij heeft dan toch iets voor te eten. En hij heeft dat natuurlijk graag. Ik heb ook een beetje voorzien in de snoepjes. Hier zijn ze natuurlijk al aan begonnen. Ajuin, witloof, de drankvoorziening. En wat ook is bij Colruyt Collect & Go, dus het is eigenlijk niet gratis. Je betaalt, ik denk, €5,50 kosten. Maar als je producten koopt die je kan kiezen, 3 stuks, 2 stuks, allee, het is te zien welk product dat het moet of wat dat je kiest. Dan valt de servicekost weg en dan koop ik altijd dingen die ik sowieso nodig heb. Dus deze keer heb ik dus gekozen voor dingen voor de vaatwasser. Maar je hoeft dat niet, hè. Dan betaal je natuurlijk de kost. En alles wordt ook in die bakken gebracht, of geladen. Daarvoor betaal je dus de eerste keer een bruikleen voor. Maar iedere keer als je dan teruggaat en je hebt jouw bakken terug mee, hoef je dat niet terug te betalen. Of zeg je van, ik ga niet meer gebruik maken van de Collect & Go, dan geef je die bakken terug binnen. Zoals je leeggoed binnenbrengt en krijg je je geld terug. Ik heb een beetje troost voor mezelf. Ijsjes en dan cornflakes voor een hele week. Dus met de melk. En dat ga ik dus nu ook allemaal direct voorbereiden. Dus preppen, dat ik eigenlijk niet zoveel werk heb de avond zelf voor de maaltijden klaar te maken. En ook dat alles uit de plastieken zijn.
Vooraleer ik mijn producten in de potten doe of de voorraaddozen, heb ik graag dat het proper is en reinig ik met een allesreiniger van Melijn en een droge doek vooraleer ik ze vul met de producten. Een glazen tafel kan helpend zijn om ze proper te maken, maar met een ramenreiniger, voor ook spiegels, is dit een fluitje van een cent. Tijd voor onze groenteprep. Ik ga beginnen met de broccoli en ook nog een beetje prei snijden die ik liggen had. Voor in de diepvriezer. En zoals ik al zei, dat ik minder werk heb de avond zelf voor te koken. Deze video is niet gesponsord, maar ik ben fan van de huishoudproducten of de verschouddozen van de IKEA. En dan is het tijd om onze keuken op te ruimen. De pannen in de lade. En hier gebruik ik zo van die beschermers voor mijn pannen. Zo gaan mijn pannen ook langer mee. Deze rijstwafels wou ik graag in deze bokaal met dat kleurrijk dopsel doen, maar jammer genoeg, de koeken waren te groot. Ik ben dan maar in mijn kast gaan kijken of ik nog een andere pot had. En ja, ik had er een gevonden die groot genoeg was om de rijstwafels in op te bergen, die ook goed kan gesloten worden, zodat die rijstwafels wel krokant blijven om op te eten. Met een opgeruimde keuken ga ik mijn video afsluiten. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Abonneer je gerust op mijn kanaal. Je maakt me er heel blij mee. En dan zie ik jullie in een volgende video. Dag!